Hallo mensen, het is alweer een poosje geleden, maar dit is hem dan toch weer, de 12e episode van Adventure Cooking. Ik had thuis wat van alles nog wat te doen, dus vandaar even 2 weken ertussen. We gaan vandaag maken een camping paella. Niet de echte paella met allerlei vissoorten erin, nee, de camping paella. Wat zijn de ingrediënten? Kijk even met me mee. Kip, en ik heb hier kippendij blokjes, een vleestomaat, paprika, saffraan en natuurlijk een bouillonblokje, want de rijst die wordt eigenlijk gegaard in bouillon. Lekker stuk chorizo, paprika's en rondkorrelige rijst, dus geen lange rijst zoals pandanrijst, maar deze die wordt ook voor de risotto gebruikt. Daarnaast doppertjes om het mooi wat kleur te geven. Ik gebruik heel weinig kruiden dit keer, peperzout, paprika en natuurlijk olijfolie om het geheel in te bakken. Nou, laten we gaan beginnen. Zo mensen. Het water kookt bijna. Tijd om het bouillonblokje erin te doen. De bouillonblokjes die ik heb, daar kun je een halve liter bouillon maken van 1 blokje. Volgens de aanwijzing op de verpakking van de rijst heb je per persoon 75 gram rijst nodig. En voor die 75 gram heb je 220 milliliter water nodig of bouillon om die te koken. Dus ik heb hier bijna een halve liter water in zitten die nu aan de kook wordt gebracht met zojuist een bouillonblokje erin gedaan. Als het bouillonblokje is opgelost, dan zetten we het geheel aan de kant en dan kunnen we met het volgende deel van de paella beginnen. Nou, de kippenbouillon die heeft gekookt. Beginnen we met het volgende deel. Daarvoor noemen we wat olie in de pan, flink wat olie eigenlijk. En dan beginnen we met de knoflookjes. Die heb ik inmiddels al klein gesneden om die te bakken. Ruikt gelijk heerlijk. Nou, vervolgens doen we de kip erbij. Ik heb hier kippendijfilet, 375 gram. Dat is wat veel. Maar ja, dat vinden wij niet erg. Doen we de chorizo erbij. Nee, natuurlijk met de lokale fauna. Hops. Doen we het zout op de kip. Lekker wat peper. En dan laten we het geheel even bakken. Het gaat lekker worden. Nou, de chorizo met de kip, dat ruikt wel heerlijk mensen. We gaan de paprika toevoegen.
Dan gaan we dit mengsel alvast toevoegen aan de bouillon. Dan hoef ik alleen nog maar de rijst te bakken. En die gaat dan ook bij de bouillon. Normaal doe je dat natuurlijk in één grote paellepan. Maar dit is adventure cooking. Dus die heb ik niet. Doen we dat maar even op mijn manier. Zo, de rest kan wel blijven zitten. Dan kan de rijst erbij. Die moet even gebakken worden. Hopziek idee. Hij moet gebakken worden zodat hij goed met olie is omgeven. Dat werkt ook zo bij als je risotto maakt. Ik voel al een receptje opkomen. De smaken van de olie waar de kip en de chorizo in zijn getrokken en van de knoflook. Die zit natuurlijk hier aan. Zo, gaat de bouillon er weer op. Tomaten erbij. Saffraan. Dat is een heel duur kruid. Of het is eigenlijk geen kruid, het komt van een orchidee. Maar het geeft net die gele kleur aan je gerecht en het zorgt ook nog voor een apart geurige smaak. Dan kan de rijst erbij. Door te bakken hebben we de rijst geactiveerd. En nou gaart hij na in de bouillon. Zo. Dekseltje erop. Kan zijn dat ik ondertussen nog even de gasfles moet wisselen. Maar hij moet nu zo'n 10 minuutjes koken met de deksel erop. En dan nog 10 minuutjes pruttelen met de deksel eraf. Zo, de paella heeft nu 10 minuutjes met de deksel erop gekookt. En we gaan nu de deksel eraf halen. En dan laten we hem nog even rustig doorpruttelen. Ondertussen doen we wat paprika erbij. Halve theelepel ongeveer. En dit is natuurlijk in de ogen van Spanjaard eindig schennis. Mag de paella niet roeren. Maar ik heb hier geen paellapan. En anders bakt alles aan op de bodem. Dat is ook niet lekker. Rustig ontspannend zo, hè. Beetje koken in de natuur. Lekker potje paella. Natuurlijk weer veel te veel voor in mijn eentje. Maar ja, dan is het ook een recept voor twee personen. Nou, we zijn er bijna. Nog een minuutje of vijf. En je ziet dat de rijst bijna de hele bouillon heeft opgenomen. En dat is ook de bedoeling. Nou, laatst doen we nog de doppeltjes erdoor. Die zijn nog gaar, die hoeven alleen maar warm te worden. Dus daarvoor op het allerlaatst. Doe niet alles erin.
Zo mensen, tijd is voorbij. Als het goed is, is de reis gaar. Ik zal eens even gaan proeven. Ja. Het is gaar. We gaan het opdienen. Kees mensen, camping paella met risotto, rijst, paprika, kip, chorizo worst en doppeltjes en natuurlijk tomaat. Nou, happy cooking en tot de volgende keer maar weer. En by the way, als jullie deze filmpjes leuk vinden, abonneer dan even, druk op de bel en dan krijg je iedere keer een notificatie als ik een nieuwe film heb geproduceerd. Maar tot dan, ciao.